Goedendag, wij gaan u in deze digitale 3D-training meenemen in de laatste stand van zaken op het gebied van werk en inkomen. Het laatste 3D-training was begin maart 2020, dus voor de hele uitbraak van de coronacrisis. En nu gaan we vandaag eigenlijk kijken naar alles wat er, hoe het ervoor staat, hoe de crisis ongeveer ten einde loopt. In de tussentijd is natuurlijk veel gebeurd. Met u onder andere aan het begin van het jaar nog via een uitgebreide RIB over geïnformeerd. En vandaag willen we u op deze manier meenemen bij wat er gebeurt. Deze presentatie staat stil bij een aantal onderwerpen. Dat zijn trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, de ontwikkelingen die invloed hebben op de uitvoering van de participatieopgave. We staan stil bij de laatste cijfers en ontwikkelingen van het uitkeringsbestand, van het totaal aantal mensen dat een uitkering ontvangt van de gemeente. En we staan stil bij hoe we inspelen op deze ontwikkelingen om mensen met een uitkering weer zoveel mogelijk kansen te geven om zelf in hun financiën te voorzien. In deze presentatie geef ik samen met een collega van Jan van Vlughoven. Ik ben die andere persoon, Suzanne Smit, en ik ga hem meenemen in de eerste minuut. Ja, ten eerste staan we stil bij de wat bredere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Want het gaat natuurlijk bij de participatieopgave vaak over de mensen. De mensen, inwoners met een uitkering. Op grond van de participatiewet. U weet waarschijnlijk allemaal dat het de opgave is om zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar werk. En dat er allerlei interventies worden ingezet. Maar op die waar we mensen naartoe begeleiden, op die arbeidsmarkt, daar gebeurt ook van alles. Dat is een markt. Een markt van vraag en aanbod. Een markt die fluctueert door groei of tekorten in werkgelegenheid. En dat idee hangt weer af van economische ontwikkelingen. Dus we gaan eens stilstaan bij een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen die invloed hebben op de uitvoering van die participatieopgave. De meeste zullen niet onbekend voorkomen. Ten eerste dan ook flexibilisering. Nederland is echt koploper, een van de koplopers in ieder geval in Europa als het gaat om flexibilisering. En dat leidt tot grote verschillen in de zekerheden die mensen hebben tussen mensen met een vast en een flexibel contract. Dat heeft invloed op allerlei andere levensgebieden van mensen. En we zien toch wel vaak dat mensen, dat we aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar toch de meeste mensen met een uitkering zich bevinden, dat de omstandigheden daar taai zijn. En dat er een hoge mate is van flexibilisering. En dat onzekerheden meebrengt met mensen als ze gaan werken. Daarnaast zien we natuurlijk grote technologisering en ook wel intensivering. En die leiden tot veranderingen in de aard van het werk. Dus allerlei beroepen die komen en gaan sneller. Bedrijven die hebben gemiddeld een kortere levensduur. En dat vraagt er eigenlijk aan steeds meer mensen om op lange termijn flexibel te zijn op de arbeidsmarkt, maar ook eens om zich onwendbaar te zijn. Om zich te kunnen bewegen tussen beroepen en misschien eens in andere sectoren te gaan werken. En dat gaat niet alleen over mensen met een uitkering, maar dat gaat ook over heel veel andere werkenden. Het is natuurlijk geen verrassing ook meer dat de meeste mensen die geen baan meer hebben voor het leven. Maar ook niet altijd meer een beroep voor het leven. En een deel van de mensen redt dat prima zelf. Maar ook een deel van de mensen die wel werkt, die is ook op een bepaalde manier kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Het is altijd maar de vraag hoe lang je baan kan behouden. Hoe lang je kunt werken bij de organisatie waar je werkt. En die aard van veranderingen, dat is ook een van de redenen dat er... dat er een trend en een behoefte is aan een leven lang ontwikkelen om te kunnen meebewegen met de arbeidsmarkt, maar wel om nog in staat te zijn om die bestaanszekerheid voor jezelf,
voor het huishouden te creëren. Belangrijke ontwikkeling om in het oog te houden. Het gaat niet alleen over de mensen met een participatiewetuitkering, maar het is echt een bredere ontwikkeling in de samenleving. Nou, en ten derde, een andere grote verandering die gaande is, is vergrijzing. En vergrijzing, dat zal ertoe leiden dat er een grote uitstroom gaat ontstaan in bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld het onderwijs. En er moet tijdig worden nagedacht, dat is natuurlijk ook niet alleen op gemeenteniveau, maar ook echt op regio, provinciaal, op rijksniveau, op beleid. Moet er aan tegemoet gaan komen dat er mogelijkheden gaan ontstaan om, inderdaad, zoals ik net ook al zei, veel meer bewegingen er gaan ontstaan tussen werk naar werk. Om die wendbaarheid op die arbeidsmarkt te stimuleren, om te zorgen dat mensen tijdig kunnen voorpositioneren op een andere baan. Waarbij het idee is dat mensen op langere termijn minder van een uitkering tijdelijk afhankelijk hoeven te zijn en zich sneller kunnen bewegen naar werk. Nou, en dat leidt tot het volgende punt. Dat gaat niet vanzelf. En dat gaat dan helemaal niet vanzelf om weer even terug te komen bij de mensen met een participatiewetuitkering voor de mensen daar. Er is echt wel sprake van een grote mismatch tussen vraag en aanbod. Dat zien we bijvoorbeeld ook in een aantal voorbeelden nu er weer een groei is van het aantal vacatures. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen dan weer kans maakt op die arbeidsmarkt. Dan wordt er vaak nog best wel vastgehouden aan allerlei eisen die er aan kandidaten, aan potentiële werknemers worden gesteld. Om te voldoen aan bepaalde diploma- en ervaringseisen. En mensen met een PW-uitkering kunnen daar eigenlijk vanzelfsprekend niet aan voldoen. Dus daar zit natuurlijk ook het enorme belang van de reintegratietrajecten, van een component van scholing en begeleiding. Nou weet je natuurlijk ook dat die dat voor een deel, voor een groot deel zelf, heeft stilgelegen. En juist voor die mensen die een grote afstand op de arbeidsmarkt hebben of hadden, ja, die zullen weer een tijd nodig hebben om daarin ook op stoom te komen. Dan ga ik even kijken of er nog een naam gebeurt. Oh, die gaat gewoon door. Hij gaat weer naar de kosten. Die mismatch tussen vraag en aanbod. Ja, dat is een hartstikke belangrijke. En daarin is het ook belangrijk om te zien dat er ook in sectoren sprake is dat er steeds meer scholing wordt gevraagd. Hè? Zoals ook in de schoonmaakbranche, in winkels, beroepen waar misschien vroeger geen een diploma vereiste voor was, dat zie je steeds meer komen. Dat betekent ook dat het natuurlijk wordt ingezet op het creëren van werkervaringsplaatsen, van leerwerktrajecten, scholingscomponenten. Maar dat laat ook wel zien dat het werken aan die opgave intensief is. En we zien ook dat niet iedereen automatisch wordt opgenomen op die arbeidsmarkt. Hè? De kwaliteit van een match tussen een inwoner en een plek, een organisatie, daar komt het eigenlijk op aan. En daar is allerlei dienstverlening voor nodig aan de kandidaatkant. Daar is ook dienstverlening en goed contact met de werkgever ontzettend van belang. Maar ook zien we daarin dat die begeleiding op die werkvloer, de training en het er zijn voor zowel de kandidaat als de werkgever ook na de match, dan om te ontdekken of dat ook een duurzame match kan zijn. Ja, dat het een heel intensief proces is, waarbij het ontzettend belangrijk is dat iedereen zijn rol speelt. Dat de werkgever, de kandidaat en de begeleiding van beiden, dat goed wordt gefaciliteerd. Deze brede ontwikkelingen worden omschreven in allerlei onderzoeksrapporten. In adviezen, vooral aan de regering of aan een nieuw te vormen regering, om te komen tot vernieuwd arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid wat activerender is, wat meer mensen mogelijkheden biedt om zich een leven lang te ontwikkelen en om te zorgen voor wendbaarheid. Wendbaarheid om te kunnen anticiperen op wat de arbeidsmarkt doet en om bestaanszekerheid voor jezelf te kunnen creëren. Nou, dat is een hoop of een verwachting die eigenlijk wordt verwacht
van een nieuwe regering. Hoe dat er exact uit gaat zien, dat weten we natuurlijk nog niet. Er zijn een belangrijk rapport, daarom bijvoorbeeld mocht u daar verder over kunnen lezen, is het van de commissie Boslab. In wat voor land willen wij werken? We kijken benieuwd uit naar wat er op dit gebied gaat gebeuren als wij eenmaal onderwerp worden. En dan weer iets dichter bij huis, iets concreter. Kijken wij, staan we stil bij de ontwikkeling van de werkloosheid. U weet natuurlijk allemaal dat voor corona de economie heel goed ging. Dat hier de kansen voor werkgelegenheid, ook voor mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. En dus hebben we gezien dat dat veranderde toen de coronacrisis in 2020. Het heeft geleid tot een snelle groei van het aantal mensen dat werkloos was. Dus ook primair of in belangrijke mate te zien onder jonge volwassenen. En tegelijkertijd is de exponentiële groei van werklozen uitgebleven die op een gegeven moment werd verwacht. Helemaal aan het begin van de crisis, toen werden volgens mij op het hoogtepunt 2,4 miljoen werkenden ondersteund door de zogenaamde NOW-regeling. De steunmaatregel van het Rijk om werkloosheid te behouden en om grote reorganisaties te voorkomen. En dat heeft in ieder geval wel effect gehad. Want de cijfers waar eerder voor werd gevreesd, dat er een enorme aantal mensen werkloos zouden worden, dat is uitgebleven. Want zelfs sinds het tweede kwartaal zien we dat dat is gekanteld. Dat zal er ook niet zijn ontgaan. De berichten daarover zijn vrij duidelijk. Er zijn alweer meer vacatures dan werkzoekenden. Dus het is ontzettend snel omgeslagen toen er eenmaal weer de beperkende maatregelen in een belangrijke mate werden opgeheven. En de economie herstelt zich sneller dan verwacht. En dat is echt terug te zien in de werkgelegenheid. Het is wel nog een beetje de vraag wat er gebeurt bij 1 oktober. Dan loopt het huidige steun- en herstelpakket af. Dat betekent dat de TOZO-regeling eindigt. En daar zijn nog best wel een groot aantal, toch een aantal honderd inwoners die daar gebruik van maken op dit moment. Daar is veel contact mee. Er worden al een tijdje begeleiding op aangeboden. Om te kijken wat deze mensen nodig hebben om weer op eigen benen te staan. Maar goed, ook die NOW-regeling. En de ton dat wordt afgebouwd per 1 oktober, dus dan zullen er wel weer verschuivingen komen. En die verschuivingen hebben ook onder invloed van die steun- en herstelpakketten, zijn die eigenlijk uitgebleven. Dus er zijn slaagden bijvoorbeeld veel meer leerlingen dan in andere jaren zonder allerlei maatregelen. Er waren veel minder faillissementen tijdens de steun- en herstelpakketten. Dus er zullen wel vanaf 1 oktober, is de verwachting, meer bewegingen weer gaan ontstaan. En het is ook we verwachten dat dat ook invloed kan gaan hebben op het aantal bijstandsgerechtigden, op het aantal mensen dat daar aanspraak op gaan maken. Maar dat kan ook pas iets later komen, vooral werkende die er in eerste instantie natuurlijk naar een BW-uitkering gaat. Hier staat ons dat het CPB verwacht dat er in 2021 voornamelijk een stijging van het aantal banen is bij uitzendbureaus. Dat is natuurlijk vaak de start op het moment dat er weer werkgelegenheid ontstaat. Eerst eens even met een vorm van flexibiliteit kijken naar wat de ontwikkeling gaat doen, of die ook stand houdt. En een stijging van het aantal gewerkte uren onder werknemers. En tegelijkertijd zijn we deze week ook al weer berichten dat de economie zich nog sneller herstelt dan werd verwacht. En die stijging van het aantal banen is de verwachting dat die zich ook doorzet in 2022. En het is wel zo dat, om dan weer even terug te gaan naar de uitvoering van de participatiewet, dat als zo'n ontwikkeling een tijd aanhoudt, dat dat een goed teken is voor de kansen van de mensen ook die aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten. Omdat er dan over het algemeen meer ruimte ontstaat om te spreken over welke ondersteuning mensen nodig hebben om aan het werk te gaan.
Ja, en tenslotte, in de laatste dia over trends en ontwikkelingen, wil ik jullie iets meer vertellen over ontwikkelingen, over hoe we zien dat het Rijk stuurt op die participatieopgave. En ook wel, nou ja, wat waar ik net ook al naar refereerde, de wat bredere arbeidsmarktopgave. We zien dat er in toenemende mate op regioniveau wordt gevraagd om plannen te maken en ook om plannen te gaan uitvoeren. We zijn natuurlijk als gemeente verantwoordelijk voor de participatiewet, net als alle andere gemeenten. Maar bijvoorbeeld de werkgeversdienstverlening, wat een belangrijk onderdeel is van het werken aan de opgave, is wettelijk vastgelegd dat we dat in de regio's organiseren. Ja, het is een belangrijke reden dat het voor werkgevers een stuk prettiger is en die dienstverlening veel beter kan worden vormgegeven. Als zij niet door allerlei verschillende gemeenten en het UWV apart worden benaderd om samen te werken over hetzelfde vraagstuk, maar als dat via een gezamenlijk loket gaat met gewoon één contactpersoon. En dat biedt ook de gelegenheid om meer expertise op te bouwen, bijvoorbeeld in sectoren. Maar dat is natuurlijk een andere manier van organiseren dan het gemeenteniveau. En dat is eigenlijk wat we sindsdien zien, veel vaker zien. Een aantal jaar geleden werd er gevraagd om een actieplan per gebied werk te gaan schrijven. Nou, dat was ook op regionaal niveau, waarbij dit dus ook om te refereren naar een andere bullet werd gevraagd. Dat doen in samenwerking met werkgevers en sociale partners. Hetzelfde geldt voor eigenlijk het beleid en de activiteiten die we organiseren op het gebied van naar aanleiding van het coronabeleid. De regionale mobiliteitsteam is daar een goed voorbeeld van. Er zal later in de presentatie nog wat meer over worden verteld. Maar nu gaat het even om dat we echt een trend zien richting die regionalisering. Omdat we steeds vaker op actieplannen of programma's die er komen vanuit het Rijk, dat een gewenste schaal van uitvoering is. En dat ook een voorwaarde is om bijvoorbeeld aanspraak te kunnen maken op middelen die voor een bepaald programma zijn bedoeld. Tegelijkertijd zien we, en dat sluit eigenlijk aan wat ik net vertelde over de werkgeversdienstverlening, een trend richting ontschotting. Naar één loket voor vragen over werk, zowel voor tekenen voor werkgevers, dat goed is al regionaal georganiseerd. En die roep is er ook wel eens voor werknemers of voor inwoners. Er zijn zoveel verschillende loketten, is het niet veel handiger om dat achter één loket te organiseren en dan zijn er nog wel die verschillende regelingen en die verschillende uitkeringen en regels die daar aan vasthangen. Dan moet je dat niet veel meer gezamenlijk en eenduidig organiseren. Nou, daarin, daar worden, dat is echt een duidelijke ontwikkeling die we zien. Dus niet alleen het gebied van werkgeversdienstverlening, maar ook wel een toenemende mate bij voor de werkzoekenden. En natuurlijk, een belangrijke trend is ook de afbouw van de dienstverlening en het komen wat daarachter hangt. Mensen met alle beperking. Die kregen er natuurlijk eerder gefaciliteerd en een baan gegarandeerd door de overheid. Daar is al een aantal jaar geen sprake meer van. Sinds 2015 is de BZ afgesloten. Sinds 2018 zien we ook een aantal mensen met een BZ-invitatie afbouwt. En nog maar 1/3 van het aantal mensen wat toen een BZ-invitatie krijgt, een invitatie voor geschikt werk. En die andere 2/3 van de mensen, daarvan wordt eigenlijk verwacht dat zij een baan vinden, of bemiddeld of begeleid, naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Daar rekening die de werkgevers. Dus die beweging richting inclusiviteit. Ja, dat is een beweging die nog lang niet in de achtergrond. Er zijn hele grote veranderingen, waar ook de meningen over verdeeld zijn, maar dat is wel een van de belangrijkere trends om die in het oog te houden. Ik zal jullie vanaf hier meenemen in de belangrijkste ontwikkelingen in het uitkeringsbestand. Belangrijk vooraf is dat het bij alle dia's gaat het om het aantal uitkeringen en niet het aantal personen dat een uitkering ontvangt. Daarnaast is het ook belangrijk om te realiseren dat de cijfers altijd pas na 6 maanden stabiel zijn. Dat betekent dat de cijfers die jullie zo meteen gaan zien
tot maart 2021 vaststaan. En de cijfers van de maand daarna die kunnen nog bijgesteld worden naar beneden of naar boven. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om het uitkeringsbestand te verkleinen en de gestelde ambitie van een uitkeringsbestand van 3650 uitkeringen te realiseren. Voor een totaalplaatje, in januari 2018 verstrekten we nog 4100 uitkeringen. En in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020, zoals jullie ook kunnen zien in de dia, zaten we op een uitkeringsbestand van iets meer dan 3500 uitkeringen. Dus ook al ver onder de ambitie. Dat is helaas veranderd, dat beeld. En dat heeft alles te maken met corona. Op deze dia zie je heel duidelijk het effect van de coronacrisis op het uitkeringsbestand. Al voor de eerste lockdown zagen we dat de mondiale arbeidsmarkt veranderde en dat had ook meteen effect op de lokale werkloosheid. Daarom zien we eigenlijk vanaf februari 2020 dat het uitkeringsbestand steeg. We zagen ook meteen in de zomer het effect dat de eerste lockdown tot een einde kwam en er toch weer wat meer mogelijk werd in de samenleving. Dat het ook meteen een positief effect had op het uitkeringsbestand. En we zien dus ook heel duidelijk vanaf september 2020 dat het uitkeringsbestand weer sterk toenam door de lockdown en alle beperkende maatregelen die in het najaar golden. Vanaf maart dit jaar zien we dat het beeld weer verandert. En in eerste instantie was er sprake van een stabilisatie van het uitkeringsbestand. En we zien sinds een paar maanden nu ook dat het uitkeringsbestand echt weer aan het dalen is. En ik ga daar zo verder op in. Dit is volgens mij een mooie eerste belangrijke beweging om aan jullie te laten zien. Tegelijkertijd weten we ook dat op 1 oktober de meeste steunmaatregelen van het Rijk af gaan lopen. En wij verwachten dat dit direct een effect zal hebben op het uitkeringsbestand. En vooral de 500 mensen die nu TOZO-uitkering ontvangen, daarvan verwachten we dat een groot deel van hun inkomensondersteuning van de gemeente gaan vragen. Op deze dia zien we de ontwikkeling van het bestand uitgesplitst naar leeftijd. En dan zien we over de langere termijn vooral dat de lijn van 55 en 65-jarigen stijgt. Het komt voor een deel door de demografische ontwikkeling van de samenleving. Maar het is ook bekend dat deze groep het in tijden van hoge werkloosheid vaak zwaar heeft. En ook bij de groep jongeren zien we in deze dia dat er een stijging van die groep was die afhankelijk werd van een uitkering. En bij deze groep zien we wel vanaf maart een stabilisatie ontstaan. En waar we een stabiele lijn zien is bij de groep van 41 en 54-jarigen. En wij verwachten dat het ook met name is dat dat vaak een groep is waar veel vaste contracten zijn en waar mensen ook relatief makkelijk doorstromen naar een andere baan. Op deze dia zien we de verdeling per wijken. We hebben gekozen voor het vergelijken van de stand van februari 2020 en februari 2021, omdat van die maanden de cijfers helemaal stabiel zijn. Nou, als we naar deze dia kijken, dan zien we dat eigenlijk in alle wijken ten opzichte van februari 2020 het uitkeringsbestand is gegroeid. En dan zien we vooral in Zaandam-West en Oudehaven een flinke stijging, of eigenlijk de grootste stijging. Wat heel erg opvalt, ook in deze dia, is dat juist in Poelenburg we een voorzichtig keerpunt zien. En we zien dat de reguliere uitkeringen, dus de bijstandsuitkeringen, juist af aan het nemen zijn. Tegelijkertijd is het nog steeds wel de wijk waar de meeste uitkeringen worden verstrekt. En in Assendeelt en Westzaan zien we dat de uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden vrij gelijk zijn gebleven. Als we deze vergelijking van wijken zouden doen waarbij we ook de TOZO-uitkeringen meenemen, dan zouden we in alle wijken een grote stijging van uitkeringen zien. En is de grootste stijging in Zaandam-Zuid en Poelenburg. Gaan we naar de volgende dia.
Op deze dia maken we een onderscheid tussen jongeren, dat is het groene blokje en het paarse blokje, en volwassenen, het oranje blokje en het donkerblauwe blokje. En we kijken hier naar de instroom in de uitkering en de uitstroom uit de uitkering. Als we eerst naar de jongeren kijken, dan zien we dat in 2018 en 2019 de instroom en uitstroom vrijwel gelijk is voor deze groep. Maar dat in de jaren waar we te maken hadden met corona en alle beperkende maatregelen, dat de instroom in de uitkering vele malen groter was dan dat de uitstroom was. Nou, het is belangrijk dat we die weer gelijk gaan krijgen in de komende periode. Zodat het uitkeringsverstand ook weer gaat dalen. Als we kijken naar de volwassenen, dan zien we dat in 2018 en 2019 de uitstroom veel groter was dan de instroom. Dat was in de jaren daarvoor anders. We zagen dat de uitstroom veel kleiner was dan de instroom. En dit is ook het resultaat van aanpakwerk of meedoen. En natuurlijk ook van het gunstige economische klimaat in deze periode. Nou, tijdens de coronajaren 2020 en 2021 zien we dat beeld weer helemaal veranderd is. En dat de instroom groter is dan de uitstroom. Alhoewel dat in 2021 eigenlijk alweer gelijk is. Nou, en voor deze groep is het dus belangrijk dat we de komende periode weer toegaan naar een situatie waarin de uitstroom ook echt weer een stuk groter is dan de instroom. Zodat we weer teruggaan eigenlijk naar de ambitie die we met elkaar hebben gesteld en het uitkeringsverstand weer gaat verkleinen. Dan zien we op deze laatste dia met grafieken, kijken we nog even naar de uitstroomredenen. Anders valt onder andere mensen die zijn uitgestroomd vanwege hun pensioengerechtigde leeftijd, dat ze naar een andere stad zijn verhuisd, doordat bijvoorbeeld hun partner een baan heeft gevonden of meer is gaan verdienen, waardoor iemand er geen recht meer heeft op een uitkering. Maar er zit ook nog een deeltje niet geregistreerde uitstroom naar werk in. En dat heeft alles te maken met dat iemand bij de gemeente moet melden dat hij een baan heeft gevonden. En niet iedereen doet dat. Als we kijken naar de bovenste twee balken, dan zien we, eigenlijk als we eerst kijken naar de bovenste balk, dan zien we dat de uitstroom naar werk weer bijna op het niveau is van 2018. En als we kijken naar de bovenste twee balken, dan zien we eigenlijk heel erg goed terug dat de arbeidsmarkt weer van het slot is. En het percentage uitstroom flink is toegenomen in slechts 2 maanden. Dus in juni 2021 zagen we dat een kleine 33% uit de uitkering stroomde met als reden werk. En dat is 2 maanden later al 38%. Dat is een hele positieve ontwikkeling waar we heel blij mee zijn. En bij handhaving, ook daar zien we dat er een flinke stijging is waar te nemen. Ten opzichte van 2020 en het eerste deel van 2021. dat heeft alles te maken met dat handhavers niet meer belemmerd zijn in hun werk door de coronamaatregelen. Waardoor ze weer volledig handhavend kunnen optreden. Nou, als we naar al deze grafieken hebben gekeken, dan kunnen we eigenlijk concluderen dat het uitkeringsverstand naar stevige groei als gevolg van de coronamaatregelen weer aan het stabiliseren is en zelfs weer aan het dalen is. Tegelijkertijd moeten we nog afwachten wat het effect gaat zijn van het stoppen van Tozo, Nauw en Tonkregeling. En dat zal in de komende maanden duidelijk worden. Wat corona ook heel erg duidelijk laat zien, is dat met name de jongeren en de ouderen kwetsbaar zijn als het gaat over het verliezen van hun baan en van hun inkomen. Wat vooral in de vorige dia ook heel erg duidelijk werd, is dat op het moment dat we dat handhaving stopt, dat dat ook meteen effect heeft op het uitkeringsbestand. En dat juist ook die gecombineerde aanpak die we hebben binnen werk of meedoen, van zowel op de rechtmatigheid toetsen als mensen via reïntegratie weer aan het
werk helpen. En als dat nog een te grote stap is, ze te laten meedoen. En dat die gecombineerde aanpak heel erg belangrijk is om ook het uitkeringsbestand weer, nou ja, weer kleiner te laten worden. En nog een laatste belangrijk punt is dat we verwachten dat nu de meeste coronamaatregelen gestopt zijn, dat de uitstroom flink zal gaan toenemen in de tweede helft van, van dit jaar door de krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd willen we wel ook de winstwaarschuwing afgeven dat veel reïntegratietrajecten stil hebben gelegen of op een andere manier hebben plaatsgevonden. Er is heel erg veel online gebeurd, maar dat zeker effect zal hebben juist voor de meest kwetsbare groep. Dan neem ik jullie ook nog even mee in hoe we de afgelopen periode hebben ingespeeld op al deze ontwikkelingen. En ik licht daar eigenlijk even vier punten uit. Dus, naast deze vier dingen werken we natuurlijk nog op een heleboel andere manieren om mensen met een uitkering te helpen, te motiveren om weer mee te doen aan het werk te gaan. De afgelopen periode hebben we, toen corona in Nederland kwam en we zagen dat het uitkeringsbestand groeide, hebben we een project opgezet, Nieuwe Instroom. Die er vooral ook voor moest zorgen aan de voorkant om te voorkomen dat mensen in de bijstand zouden komen. En als ze toch in de bijstand zouden komen, dat ze in ieder geval dan weer zo snel mogelijk begeleid zouden worden naar werk. Nou ja, binnen dat project hebben we een deel van de reguliere capaciteit uitgebreid om de grotere groep aanvragen en de groeiende caseload aan te kunnen. Daarnaast zijn we met het project Max WW. Samen met het UWV hebben we mensen aan de voorkant geïnformeerd over de rechten en plichten van het moment dat je in de bijstand terechtkomt. En het zijn we ook mensen al rechtstreeks naar werk gaan begeleiden. Ook mensen die een TOZO-uitkering hebben aangevraagd, daar zijn we mee in gesprek gegaan en gekeken hoe we deze mensen konden ondersteunen en konden helpen om op een andere manier van geld te gaan verdienen. En een van de dingen die we ook hebben gedaan is een verkort traject bij Werkom ingericht voor de groep mensen die nu instroomden in de bijstand met toch een kleine afstand tot de arbeidsmarkt. En tenslotte hebben we ook veel ingezet op bij- en omscholing. En dat is ook iets waar we op willen blijven inzetten. Let op de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Nou, daarnaast hebben we ook met de regio's Zaanstreek Waterland hebben een regionaal mobiliteitsteam opgericht. Dit is iets wat op dit moment landelijk in alle arbeidsmarktregio's gebeurt. En een regionaal mobiliteitsteam, dat is één centraal punt voor werkgevers en werkzoekenden. Waarbij de begeleiding van werk naar werk wordt vormgegeven. En dit team is eigenlijk heel recent gestart. En dit is een mooi initiatief wat is ontstaan tijdens corona. Terwijl het al langere tijd een wens was om te gaan realiseren. En om meer mensen te mobiliseren van werk naar werk. Dan de derde, strategische herrijking van participatie en werkom. Hiermee willen we gaan inspelen op de veranderde arbeidsmarkt. En ervoor zorgen dat er een nieuw en ook toekomstbestendig kader is voor werkom, zowel op inhoud als op financiën. Ik ga hier verder nu niet op in, want jullie zijn hier op meerdere manieren geïnformeerd via RIB's, maar ook via verschillende raadsessies. En daar zullen jullie ook de komende periode nog veel over geïnformeerd worden richting het besluitvormingsproces. De eerstvolgende sessie is op 6 oktober. En tenslotte de aanpak jeugdwerkloosheid en vroegtijdig school verlaten. We hebben een duidelijke ambitie om het aantal vroegtijdig schoolverlaters te verlagen. En jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden naar vervolgonderwijs of werk. En dat hebben we vormgegeven met de regio. Regio Zaanstreek-Waterland in een meerjarenplan. En daarin zijn drie duidelijke speerpunten vastgelegd. Dat is preventie in het vroegtijdig school verlaten. Het versterken van de aansluiting onderwijs naar werk.
en ervoor zorgen dat alle jongeren in een kwetsbare positie in beeld zijn. Dit was mijn bijdrage en Lisanne zal voor het laatste stukje het nog van mij overnemen. En dan zijn we alweer bij de laatste inhoudelijke sheet. En we geven hier een aantal voorbeelden van behaalde successen, activiteiten die worden ondernomen. En het is gewoon leuk om er even mee in wat meer concrete voorbeelden. Daar staan we even kort bij stil. ICT vanaf morgen, dat is een project om mensen, ook weer met een afstand op de arbeidsmarkt, dus mensen die vallen uit de participatie te gaan begeleiden naar werk in de ICT-sector. Dat is echt een ontwikkeling en een initiatief om steeds beter te gaan aansluiten ook bij nieuwe kanssectoren. Dus een project van Werkom, moet ik er natuurlijk bij zeggen. En hetzelfde geldt voor Wooters & Co. Dat bestaat al wat langer, overigens een onderdeel van Werkom. Maar deze recent hebben ze het concept helemaal vernieuwd. Vernieuwd om daarbij door samengewerkt op basis van SLI. Over de aanleving van hout, over nieuwe producten, om die veel breder in de markt te zetten. Heel leuk voorbeeld. Praktijkleren is ook zo'n voorbeeld. Praktijkleren, dat is een nieuwe vorm van onderwijs, een zogenaamde derde leerweg binnen het MBO. En dat is eigenlijk bedoeld voor mensen die op dit moment nog niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen, maar die wel op zo'n manier een kwalificatie kunnen behalen om te laten zien aan werkgevers wat zij kunnen in een bepaalde sector of bepaalde onderdelen die van een beroep. Het is ook een landelijke ontwikkeling om te gaan kijken of mensen die dus geen startkwalificatie kunnen behalen wel iets meer bagage mee te kunnen geven op de arbeidsmarkt. Een ander voorbeeld is Netwerk Werkt. Dat is ook een initiatief dat onder andere door Werkom mee is opgestart. Met om van en voor werkgevers te hebben over de bemiddeling van mensen. En eventueel personeelsvragen onderling over te gaan. Erg leuk, dus blijft er ook ontzettend veel enthousiasme voor. Ook in andere regio's. Een mooi voorbeeld. Het regionaal mobiliteitsteam, dat is net al even genoemd door mijn collega Fion. Die is aan het opstarten, dat team. En die wil zoveel mogelijk voor de bestaande uitvoering versterken. Er zijn ook middelen voor beschikbaar om mensen die als gevolg van corona werkloos zijn geworden, om die nog nieuwe kansen te geven. En natuurlijk de doorontwikkeling van het DSP, dat voor de mensen die al wat langere taken vakgebied volgen, hebben we dat vaker voorbij horen komen, maar de ontwikkeling van de werkgeversdienstverlening is ontzettend belangrijk voor het werken aan de opgaven. Nou, daar zien we dat er echt ontzettend hard aan wordt gewerkt om enerzijds het WSP neer te zetten in de randvoorwaarden, dus in de front office, in onderlinge afspraken, de samenwerking tussen gemeentes en UWV. Het creëren van een team, het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening, maar ook bij natuurlijk het betrekken van werkgevers bij de opgave. Bijvoorbeeld door veel meer events te organiseren, door veel meer aan exposure te doen. En dat is een ontwikkeling die ook denk ik nog lang niet afgelopen is. Die zich ook continu moet verhouden tot nieuwe kansen die er ontstaan, tot economische ontwikkelingen. Maar we zien wel dat daar nu grote stappen in worden gezet en daar zijn we op het algemeen blij mee. Maar die andere kant is natuurlijk ook het activeren van bijstandsgerechtigden. Daar werken de wijken heel intensief aan en dat komt ook weer helemaal op gang om mensen te activeren of te ondersteunen om een plek te vinden waar zij mee kunnen doen. En daar wordt onder andere dus in toenemende mate samengewerkt met NGZ. GGZ-problematiek staat bekend als enerzijds een belangrijke belemmerende factor om te gaan werken, maar ook om te gaan participeren. En tegelijkertijd is passend werk heel goed voor het herstel ook van de mentale problematiek die mensen kunnen ervaren.
Dit is echt iets wat nog wel in de kinderschoenen staat, maar waar we wel ontwikkelingen in zien. En we zullen moeten zien hoe het verder gaat. Het wijkleerbedrijf, dat is ook een voorbeeld eigenlijk van een leerwerktraject in de zorg, een kanssector. In de zorg zien we over het algemeen dat er nog heel veel van mensen van vrijwilligers wordt gevraagd, zoals een diploma of een 3 of 4. Daar kunnen mensen met een bijzonderheidsbeding lang niet op staan doen, eigenlijk heel weinig. En het leerbedrijf is een mooi voorbeeld van hoe er samen wordt gewerkt met zorginstellingen, begeleiding, een aangepast programma voor een groep mensen die een opleiding doet op niveau 2. En die volgen stages. Die ondersteunen ook al mensen in de werk, in de wijk. Dat doen ze in eerste instantie dus op taken die niet zorggerelateerd zijn, maar die wel heel erg waardevol zijn voor mensen. Dat kan dan gaan over het ondersteunen van mantelzorgers of eenzaamheid voorkomen. En dan vervolgens gaan ze een stage doen. En als ze het traject en de opleiding goed doorlopen, dan krijgen ze een baan aangeboden bij de zorginstellingen die daaraan meewerken. En dat is nou echt een mooi voorbeeld met de UvT van morgen. En wordt dus een praktijk leren van hoe werkwerk en kanssector worden om in nauwe samenwerking met werkgevers en scholing mensen kansen te geven. En daarnaast is het ESF-subsidie. Is toegekend voor de afgelopen periode en het geld wordt ook weer geïnvesteerd in de intensieve aanpak werk of meedoen, die is gevoerd. En voor de nieuwe tranche wordt weer aangevraagd. Worden weer geld aangevraagd. ESF is een Europese subsidie. En dat is eigenlijk een manier ook om extra middelen te genereren voor het werken aan deze opgave. En dat was het. Dat was de digitale presentatie over de stand van zaken bij werk en inkomen. We willen jullie natuurlijk de gelegenheid geven om technische vragen te stellen. We willen jullie wel vragen of jullie dat willen doen voor 1 oktober. Dan kunnen we de vragen verzamelen en ook die samen beantwoorden. We zien er naar uit om u een volgende keer live te kunnen zien en een gesprek te kunnen voeren. Maar we hopen dat u ook wat meer informatie over waar we staan. En dan zien we elkaar wellicht bij de informatiebijeenkomst over werkom op het 6 oktober. Oké, tot ziens!